come on and go, with magical rides on the flow, flows with magic for everyone. It's here that starts the fun. Come on and go, with magical rides on the flow, flows with magic for everyone. A new video every week. Hallo en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video van Magical Rides. Ja, vandaag wordt het een heel bijzondere vlog. We gaan vandaag richting Fleurus. Het klinkt een beetje zoals een ziekte. Maar voor een ziekte is er altijd één goede oplossing. Dat is namelijk vitamine D. En dit keer is het de vitamine D van Disney. Ongelooflijk. Bijna een jaar nadat ik vaarwel zei tegen Disney op Parijs, ga ik nog eens iets van Disney doen. En het was een heel bijzondere dag normaal gezien, een heel bijzondere vlog normaal gezien. Want als alles goed gaat, komt vandaag mijn allergrootste Disney droom ooit uit. Dus ik ga heel snel iets van Disney aandoen en... Dan gaan we richting Fleurus. Okay, ja. Zo, we zijn hier nu in Fleurus, een plek in Wallonië. We zitten hier echt in de natuur. Maar Fleurus, geloof het of niet, Fleurus, ja, Fleurus. Fleurus betekent bloemen. Dus dat klopt wel met zijn planten en bomen. Nu, geloof het of niet, de Disney-magie is hier echt heel dichtbij. Bij het parkeren hebben we Mickey en Minnie al gewoon gezien. We hebben ze nog niet ontmoet natuurlijk, maar we hebben ze zien staan buiten. Dus met een beetje geluk hebben we zo dadelijk ook nog een foto met Mickey en Minnie. Dat is super lang geleden dat ik die twee nog gezien heb. En natuurlijk is hier waarschijnlijk vandaag ook nog een figuur dat ik al echt heel mijn Disney-leven wil ontmoeten. Dus kei leuk. Kijk eens wat een Disney beeldjes hier allemaal. Het staat hier echt vol. Ja, vandaag komen heel veel Disney winkels samen om hun leukste merchandising te verkopen. Ja jongens, ik ben Minnie en Spider-Man al tegengekomen. Keileuk. Foto zie je hier. Ik denk dat Minnie bij Spider-Man stond ook, hè? Ja. Dus een foto ja. van Minnie en Spider-Man samen zie je nooit. En een foto van Minnie alleen ook. En we zien in de verte ook Mickey staan. Dus daar gaan we ook zeker proberen een foto bij te nemen. Hier zie je ook een prachtige jeansjas met een teken van Belle en de Beast. Echt heel mooi gemaakt. En ook een prachtig beeld. Supermooi, supermooi. Ik moet zeggen, het gaat hier een stuk sneller als een Disney op reis. Ariel volgt ons ook. En we hebben een foto met Mickey en Minnie samen. We hebben een foto met Mickey alleen. En we hebben ook een foto met Belle en Ariel. Ja, was Belle. Belle. Ik zal niet door dat ik het was. We gaan hier nog maar even kijken naar de leuke spultjes. En we moeten ook heel goed op de klok letten, want binnen een klein uurtje is mijn groot moment. Die spiegel hier is iets heel speciaals, dat vond je vroeger in de Disney Stores. Echt super leuk om dat nog eens te zien. Thank you.
Het is echt een heel, heel, heel drukke en leuke beurs. Er is echt heel veel te zien. Maar het hoogtepunt voor mij komt zo dadelijk hier achter mij. De Beast komt. Mijn grote Disney-droom komt gewoon. De Beast. Ja, daarom moet ik dus ook deze Beast-plein gaan, natuurlijk. Ja, wauw. Ik ben blij. Laat het maar rap 5 minuten verder zijn. Ja, ik zei net, laat die volgende 5 minuten maar voorbij gaan. We zijn ondertussen al een kwartier verder. Langer zelfs. Hier is nog geen beest. Ik zag net ook een medewerker nogal wat zenuwachtig rond. Dus ik hoop echt niet dat dit misgaat. Want echt dan, ja, dan ben ik echt wel heel verdrietig. Want dit is zo'n beetje de enige kans om mijn grote Disney-droom waar te maken. Dus ik hoop echt dat die komt. Ik ben sprakeloos. Do you believe in magic? Yes. Oh, en Ursula is ook hier. Wauw. Samen met Ariel, keileuk. Ja, foto met Ursula en Ariel, je ziet hem hier. Maar goed. De Beast en Belle. De Beast alleen. Ja. Het is emotioneel. Ik heb heel lang op die foto gewacht. Ik heb heel lang op die foto gehoopt. Ik heb heel lang achter die foto gevraagd. En het is gebeurd. Het is gewoon gebeurd. En ik ben er heel, heel dankbaar voor dat dit eindelijk is mogen gebeuren. Ja. Zodat ik kijk misschien de Beast nog eens een dikke knuffel geven. Heb je dat ook eens gedaan? Ja, even een leuk detail. Ik had de Beast al veel langer geleden. Dat heb ik nog heel klein, was 8 jaar of zo. En toen was ik samen met mijn neef in Plopsaland. Nee, in Plopsaland niet. In Plopsaland niet. Nee, in Plopsaland. Bel is trouwens een Plopsaland geweest. Toen was ik in Disneyland samen met mijn neef. En toen liep de Beast daar rond met Belle in village outfit. En Bibi had bang van de Beast. En de Beast werd wandelen gestuurd door de castmember en het was Belle alleen. Ja, had ik toen geen bang gehad, dan had ik ze al gehad. Maar hey, hallo, ik heb ze nu wel. Hè? Ik bedoel, eindelijk. En geen bang, joh. En geen bang, maar ja, goed, Beast is met een... En trouwens, hij weet dat ik eigenlijk kastoor ben. Dat ik veel gevaarlijker ben als hem. Nee, alle gek is op een stokje. Dit is de reden waarvoor ik naar Disney World zou gaan. Hè? Ik bedoel, dit is gewoon de reden. Disneyland Parijs brengt hem misschien binnenkort wel eens. Maar hey, tot die tussentijd, ik weet niet of ik naar Disney ga. Maar ik heb hem nu. 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 Ik ben zo dankbaar en blij. We gaan heel vlug iets eten en gaan we terug naar de beurs. Thank you.
Zo, we hebben net ook Prins Roar kunnen ontmoeten. Dat is hier. Ja, echt wel keileuk dat al die figuren hier rondlopen. Maar ik ben toch nog altijd het meest dankbare voor de Beast. Ja, die Beast die betekent echt super, super, super veel voor mij. Dus dat ik hem vandaag eigenlijk nog ontmoet, ja. Dat was een schoon moment. Dat is eigenlijk gelijk Samson ontmoeten. De Beast is gelijk Samson ontmoeten. Ik zeg dat altijd, ik heb iets met pratende beesten. En de Beast is er een van. Pratende beesten die bij een meisje wonen. Dat is een combinatie. Maar ja, Samson heeft ook met een man gewoond, hè. Maar goed, ik ben zo blij met de Beast, echt waar. Ja, het is nog heel even wachten voordat de laatste meet begint. Deze is samen met een stormtrooper en kapitein Haak. Kapitein Haak loopt er trouwens al rond, maar het is niet de kapitein Haak. Maar we hebben net wel Elsa ontmoet, foto's hier. Ja, ondertussen genieten we een beetje van alle mooie beeldjes en zo. Het is echt leuk hier. Zo, onze Disney-tijd zit er helaas op. Normaal gezien kwamen er ook een stormtrooper en kapitein Haak. Nu, ja, kapitein Haak heb ik al vaak gezien. Stormtroopers heb ik ook gelukkig al vaak gezien. Hetgeen waar we voor kwamen is gelukt, de Beast is gelukt, ik ben echt zo blij. Ja, een Disney droom die uitkwam. Nu, natuurlijk zijn het wel allemaal vrijwillige Disney figuren. Maar ze hebben wel echt heel veel unieke kostuums die je in Disneyland Parijs niet of bijna niet ziet. Dus echt wel de moeite om eens naar hier te komen. Wil je dat doen? Kijk zeker eens een keer op Facebook voor DSI Disney Meeting Fleuris. Het is een paar keer per jaar dat hier iets te doen is. Normaal gezien is er dit jaar nog een, denk ik, rond de kerstperiode. Dan komt er weer een hoop figuren. Er is altijd één in het voorjaar. En rond deze periode is er ook wel altijd eentje. Dus kijk eens op Disney Meeting Fleuris. Doe dat zeker, want het is echt de moeite waard. Je kan ook als Disney-fan van alles vinden. Tegen een heel mooie prijs. Zelfs unieke dingen die je echt ook nergens ziet. Dus ja, ik kan alleen maar goed spreken over deze meeting. Kapitein Haak komt min of meer langs ons door samen met vier. En het is niet die Kapitein Haak, het is een cosplayer die voorbij gaat komen. Oh. Bonjour. Dus dat waren Captain Haak en Fear. Maar goed, ik ben blij. Ik ben blij mijn beastfoto. Eindelijk. Goed, hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Als dat zo is, steek dan zeker jullie een duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En graag tot de volgende keer. Dag. Bedankt voor het kijken.